goede Richard. Van voetballen in Droge Ham. Goeiedag. Vertel eens even, wat gebeurt hier? Ja, we hebben hier een feest, hè? We hebben 24 jaar jubileum. Vieren we dit hier. Eigenlijk gingen we dat het begin van het jaar al vieren, maken, maar ja, tot de corona is alles met George natuurlijk. Dus ik ben lang blij dat we dat nog wel maken. Daar jonken hebben we Fianne Huldering natuurlijk, omdat hij de afselectie kampioen Jan is. Heel wat met vertellen. Wat schreeuwt u? Dat is even in beeld. Dus nee, het wordt een hartstikke leuke Janne. Ik ben een prodomeester en een prodomliggende vereniging. En ja, het wordt mooi. Begin het zien, Richard. Dank je wel, jongen. Plezier, dames en heren. Bestuur, dames en heren. Eerste plaats natuurlijk, van harte gefeliciteerd met het jubileum. Geweldig en bedankt voor de uitnodiging. 75 jaar plus 1. 1946, we hebben het net gehoord. Ik zal misschien af en toe wat herhalingen doen, maar goed, dat zit dus zo. Veel verenigingen zijn toen na de oorlog opgericht. We hadden gelukkig een boek waar ik in kon zien 90 jaar Fries voetbal. Ik zag daar een foto van 1946. Mooi, het eerste elftal van Droge Ham. Met bekende namen. Gijs Giedink. Lid van onze vereniging, jouw gesloten. Ja, lekker horen, Bisha. Hey, mooi dat we je zo hebben kennen. Het viel hard wat weekend achterom. Ik zei dus in de feest en zei de eerste keer die pro roert. Ik zie inderdaad even mijn liefste dubbele pet op. Dus dit ben net een normale burkling die ik oor ga door het naam komen. Ja, je hebt heel teken burkling, burger bij de gemeente. Nee, dus. Ik wil voor u de gemeente, de steward, iedereen die Droge Ham hartelijk feliciteren met 24 jaar bestaan. Eigenlijk al het 25ste jaar, maar door hier corona is het helaas uitgesteld. Kinderen krijgt mij elke van elkaar gebeld even over. Er zijn meerdere verenigingen op dit moment die de jubileum zullen vieren. En het is ook hartstikke mooi te zien. En het is leuk voor Droge Ham, maar het is ook leuk voor de gemeente. Maar we hebben al jaren dat verenigingen heel dit moeilijk om vrijwilligers komen. We hebben het correct beter om bestuursleden. Maar het jouw toch gewoon dat heel grote verenigingen heel stabiel binnen in deze gemeente. En dat het echt droog gebeurt door iedereen. Nou, iets speciaal, Droge Ham. Ik zit daar in bekend om, Donderplaat, het is alles tegelijk. Nou, het is een site van hier heel goed. En ik denk, want ik zie toevallig een beetje van de hele lijntje zitten, dat we soms ook vergeten hoe trots we zijn bij je oproepen gaan. Richard, van mijn afspraak en Peter, op dit moment zijn jouw senioren herenelftal actief. Plus een 34 plus, plus een 44 plus. En ik had de dames van jou. En als dat voor de week is, maar je drukke vereniging in de buurt, of bijvoorbeeld een harde als boys, of ook goed past, had ik bijvoorbeeld 4 senioren-elftal. Dat jouw volgende hoe het op dit moment leeft in Droge Ham en hoe de winning in de kaart is. Nou, voor de gemeente hartstikke mooi. Actieve sportbeleving belangrijk. Dat betreft ik in het hoe juist als Droge Ham. Dat het voetbal en de sport tegen die wijze mag, nou dat is het. Maar de passieve sportbeleving is hartstikke volle belangrijk. En dat geldt ik voor elke vereniging, maar ik voor Droge Ham, Ostumiaans, Jost, de Pakers, Bertens, Stemmen, Bakjes, Koffie, de Heiken, de Men bij de Jeugd, het zijn hartstikke belangrijk. En nou, ik krijg heel mooi de leven van verdiensten. Een vereniging draait natuurlijk op deze vrijwilligers. Yes,
Jelke Jouke Spoelstra van het eerste elftal. Ja. Jouke, Fiona feest, hè? Ja, we hebben Fiona feest. Maar alleen de Fiona, hè? Het hele weekend eigenlijk. Dus toen je vreed en zaterdag. Dat is. Dus dat best lekker van de partij. Wie ben lekker van de partij? En, ja. Kampioen. En kampioen, dus ja. Dubbel feestje voor jou. Ja, nou, hartstikke mooi, hoor. En doe eerst even bedankt, even dat even naar in de film geworst. Nou ja, allemaal goed. En doe bedankt. Is goed. Wie weet de naam van de supergroep? Ik zet mijn best. Oké. Je zit die spelers vaker of niet bij? Ik heb het niet van mij. Als ik dat mooi kan lopen, dan ben ik tevreden. De allereerste is Sloep van de Molen, hoor. Applaus. De kwade is Tjerk de Berlijnse Muur. Zo, dat heb ik wel. Het volgende voor Jim en wie kort vertellen, Jim heeft het natuurlijk ook, hè? Dit is ik voor Jim. Ernst is de VM natuurlijk, hè? Jazeker. Ja, eerst een maak, ik kom wel niet goed.